Ik ben Jumali Taspas. Ik werk bij de Koudbandwalserij, afdeling KIT. Staat voor Kipa Inpakkerij en Transport. Ik ben de teamleider hier. Wij zijn hier van het rollen inpakken. Daar hebben we twee installaties voor en een handinpakplek. Er zijn natuurlijk allerlei coronamaatregelen genomen. Tata Steel heeft gelijk van RIVM alle maatregelen overgenomen. Daar werken we ook naar. En we hebben direct overal ook handgels geplaatst en dergelijke. In stuurhuizen is maar één man tegelijkertijd. Ze mogen niet met z'n tweeën aanwezig zijn. Het inpakken lukte niet volledig, want dat moet met twee man gebeuren. En daar hebben wij maatregelen opgenomen. De maatregel houdt in dat de jongens niet met z'n twee meer één rol inpakken. Ze doen het nu gescheiden op twee posities, los van elkaar. En daar zit 2-3 meter tussen. We moesten de werkmethode aanpassen, want het is zwaar om één man één rol in te pakken. Want ze moeten flappen op een rol aanbrengen en die zijn nogal lang en soms breed ook. En dat brachten ze met z'n tweeën onder een rol tegelijkertijd aan en dat plakten ze vast. Wij hebben daar een methode voor bedacht, want als je het alleen moet doen, dan moet je hem ook omhoog tillen op een zadel. En dat voel je in je rug. Misschien niet meteen, want we hebben jonge, krachtige jongens, maar op een latere leeftijd wel. Dus we hebben een werkmethode bedacht dat ze eronder kunnen draaien zonder hun rug te belasten. En dat brengen ze aan en ze plakken het alleen in het midden vast. Want hij moet de andere kant ook doen. Als hij alle kanten vastplakt, dan gaat hij scheef staan. Dus hij plakt hem alleen in het midden en dan gaat hij de andere kant doen. En dat werkt goed. Ik zou tegen al mijn collega's willen zeggen, gebruik gewoon je gezond verstand. Want het is te doen. We moeten 1,5 meter uit elkaar blijven. En met een beetje gezond verstand redden we dat. We kunnen allerlei maatregelen nemen, maar het gezond verstand is het belangrijkste.